goed woord voor vanavond. Twee woorden eigenlijk. Ik denk gemiste kans. Ja, de aanvallers lagen gewoon aan de ketting van die Engelsen. En vanuit het middenveld kwam ook veel te weinig. En je komt een aantal keren goed weg als AZ zijnde. In de tegenaanval waren de Engelsen eigenlijk gevaarlijker. Ja, één bal waarvan ik denk, ja, die had er wel in gemogen. En dat was een schot van een meter of 15, denk ik, van Sugawara. Ja, die gaat dan net naast. En ja, dan uiteindelijk kan je te weinig aanvallende kracht ontwikkelen om de Engelsen echt moeilijk te maken. Aanvallend gezien moet je net even iets beter zijn over twee wedstrijden om er meer uit te slepen en meer van te maken. Al met al stonden we natuurlijk heel verdedigend opgesteld. En met grote gasten achterin en met voorzetten. Ik denk dat we iets te veel de voorzetten hebben gespeeld. En die konden telkens eigenlijk goed wegwerken. En dat is, dat is jammer. Dat betekent dat West Ham naar de finale gaat en AZ niet. Omdat ze gewoon meer ervaring, meer krachten hebben. Ja, en ze blijven gewoon gemakkelijk overeind, vond ik in deze wedstrijd. Gemakkelijker eigenlijk dan vorige week. En ja, AZ mist gewoon de stootkracht voorin. En Pavlidis is best wel een aardige spits. Maar tegen dit soort centrale verdedigers heeft hij gewoon heel veel moeite. En ook de buitenspelers hebben heel veel moeite gehad. Carlsen kwam dan terug. Ja, die heb ik ook niet gezien. Tegenover de backs van West Ham United. Ja, en dit zijn ploegen die gewoon een 0-0 over de eindstreep kunnen trekken. Zoals AS Roma ook heeft gedaan in die andere wedstrijd. Weliswaar in de Europa League. Maar ja, die zijn niet bang om op 0-0 te spelen. En ja, daar hebben ze ook de kwaliteiten voor. Hoe kijk je nou terug op het Europese avontuur? Ja, ik denk dat we met z'n allen een hele AZ goed op de kaart hebben gezet. En dat we mooi voetbal hebben laten zien met z'n allen. En dat we, ja, hebben laten zien dat we tot veel in staat kunnen zijn. Dus ik denk dat we het een goed toernooi hebben gespeeld met z'n allen. Ik denk dat we over enige tijd wel terugkijken en dan zeggen van jeetje, we zijn vroeg begonnen en kijk eens hoe ver we zijn gekomen. Maar op dit moment overheerst gewoon de teleurstelling van het niet behalen van de finale. Helaas loopt het aan het eind nog flink uit de hand op de hoofdtribune. Heb jij gezien wat daar gebeurde? Nou ja, niet concreet. Maar ja, je hoort geroezemoes, je hoort geluiden. En dan ga je kijken en dan zie je een paar gasten op de jongens van op de fans van West Ham afkomen. Daar zijn eigenlijk geen woorden voor. En dat is iets wat AZ niet verdient. En past toch niet bij AZ, hè? Het past niet bij AZ. Het past ook eigenlijk niet bij West Ham United. Want het moet wel eerlijk zijn, vorige week is hetzelfde gebeurd in Londen. Alleen het gebeurt wel. En Robert Eenhoorn, de directeur, die had vooraf al gezegd, nou ja, dat is echt een kopzorg voor hem. Maar ja, hij gaf toch de garantie dat het goed zou verlopen. Het zou niet zo uit de hand lopen als in Londen. Het is uiteindelijk wel gebeurd. Zodanig dat zelfs spelers zich ermee gingen bemoeien. Want die zagen natuurlijk dat familie, vriendinnen, kinderen misschien wel werden aangevallen. En die lieten zich absoluut niet onbetuigd. Die gaven ook rake klappen. Ja, ik zat ook gelijk te kijken naar het publiek om te kijken. Want mijn ouders zaten wel beneden heel laag. Dus gelijk gekeken of die er zaten. En die zaten er gelukkig niet. Dus die waren gelukkig gelijk naar boven gegaan. Het hoort ook niet thuis bij ons in het stadion. Het liefst niet in alle stadions. Maar hoe vervelend het ook is dat we niet doorgestoten zijn naar die finale, dan moet je emoties nog steeds de baas zijn. Om dan zo het Conference League toernooi te moeten eindigen, ja, dat is heel treurig voor alles en iedereen bij AZ.